Met een estafetteloop bij de Olvensteindel vol de familie van de Pol hield op helje voor kankerbestrijding. Vier familieleden binnen troffen troch kanker. Dat wie een skok, maar tagelijk ik een reden om in actie te komen. Je viel je redelijk machteloos. Nou, ik ben geen dokter. We kennen dat zich niks dwan. Dus ja, wat kan je dan dwan? Je kan er wijzen van je familieleden. Maar je kan ook zorgen dat er geld komt voor onderzoek. Nou, dat uiteindelijk deze ziekte eronder geholpen wordt de komende jaren. 20 zwan, dochters, neven en nichten rennen alle keer een stik van de route. Juster bij de start kregen ze stiepen van zwemmer Maarten van der Weijden. Beste familie van der Pol uit Wouds End en Sneek. Maarten van der Weijden hier, die jongen die voorbij kwam zwemmen vorig jaar. Ik wil jullie graag heel veel succes toewensen met de Elfsteden Estafetteloop die jullie dit weekend gaan hardlopen. Ik begreep dat jullie in een hele moeilijke tijd zitten en daarom wil ik jullie ook vooral heel veel sterkte wensen. Van de midden wie de finish in voort zijn. Maar de estafetteloop is meer dan 15.000 euro ophellen. Voor de zieke familieleden een het onder de riem. Ja, zij vinden het prachtig. Ja, ik denk dat het wel voor hun als een steun wordt ervaren. Ik wil emotionele momenten natuurlijk, maar ik ben namelijk ik trots en blij dat we dit machinaal ontwang kennen als neven en nichten. Ja, dat is wel een enorme stimulans ik voor de meesten die het betreft.